Zo lang als, nou, terug uit Frankrijk, weer bij het stadion in de buurt, niet in het stadion, de eerste training. Hoeveel handtekeningen heb je al gezet? Ja, redelijk veel, maar dat is alleen maar leuk. Ik bedoel, daar moet je altijd tijd voor nemen. Dus behoorlijk veel belangstelling voor zo'n eerste training, wat zeg jou dat? Ja, dat doet je goed. Dat wil zeggen dat het leeft hier, dat de mensen er ook weer zin in hebben. We hebben toch 4 weken vakantie gehad en wij hadden er zin in. En dan zie je dat de mensen toch ook weer zin hebben om naar een training te komen kijken. Hoe is de groep de vakantie doorgekomen? Kan je daar al wat van zeggen? Ja, de groep is waarschijnlijk de vakantie. Die krijgen een programma mee en dat kunnen we op GPS allemaal uitlezen. Dus we weten precies wat ze gedaan hebben. En ze hebben ook voldoende tijd vrij gehad, maar ze hebben toch ook wel wat moeten doen. Dus de surveillance-samenleving is ook in het voetbal door? Ja, maar dat is geen surveillance. Dat is gewoon onderhouden. Ik vind ook de eerste 2 weken moet je eigenlijk helemaal niks doen. Of mag je vrij zijn. Maar op het moment dat je 4 of 5 weken vrij bent, dan kun je gewoon heel veel conditioneel verliezen. En dat wil niet zeggen dat ze elke dag vol moeten trainen, maar wel dat ze iets moeten doen. Er is een aantal nieuwe aanwinsten. Er is nog niet voldoende. Ik denk met name in de spits zijn jullie op zoek naar iemand, hè? Ja, klopt. We willen nog een spits erbij en misschien zelfs 2. Maar daar zijn we nog mee bezig. Je hebt bijvoorbeeld Armenteros in de spits. Die is er vandaag niet bij. Hoe staat het met zijn contract? Ja, zijn contract is afgelopen. En we hebben gezegd dat we gaan kijken voor een eerste spits. En dat is de eerste prioriteit. En daarna kunnen we verder kijken. Hij zou dus ook nog als tweede spits terug kunnen komen? Ja, maar hij is zelf ook aan het rondkijken en wij kijken ook rond. Dus dat is even afwachten. Hetzelfde verhaal met Azoui? Ja, met Azoui, maar we hebben in ieder geval al wat buitenspelers hebben erbij. Dus dat zou wat moeilijker worden om terug te komen. Die is ook nog aan het kijken. Ja, vertel eens wat over de nieuwe buitenspelers. Limbombe en de Kersmaker. Ja, de Kersmaker is geen buitenspeler, maar dat is een middenvelder. Maar met name de Limbombe is een buitenspeler met heel veel snelheid. En een jongen die in de diepte kan. En ik vind het een jongen die nog heel veel potentie heeft. Die nog niet op 100% van zijn kwaliteiten zit. Dus daar is een jongen met heel veel rek. En dat is belangrijk, dat ze door kunnen groeien bij Heracles. En dan Jannes Wiekhoff, is al iets eerder in deze vakantie aangetrokken. Ja, dat is een rechtsback met voetballend vermogen. Een jongen die al lang op de korrel zit hier bij de scouting. Die ze al lang wilden hebben. En dus ja, ik ken hem alleen maar van beelden. En de scouting kent hem wat beter. Maar hij is een jongen die goed kan voetballen en dat zochten we. Dan halen jullie ook nog Jetro Willems, een 22-voudig international. Die moet met zijn ervaringen het verschil maken. Nou ja, Jetro die voegt iets toe aan het elftal wat wij misschien wel eens tekort komen. Dat is ervaring, dat is, die weet wat er gevraagd wordt in de Eredivisie. En dat is belangrijk, hè? We hebben heel veel jonge jongens die zich alleen nog maar verder kunnen ontwikkelen. Nou, hij is daar ook een belangrijke jongen in. Vorig jaar kampioen geworden en 100 doelpunten gemaakt. Wat is de doelstelling dit seizoen in de Eredivisie? Kampioen en 100 doelpunten. Nee, kijk, in eerste instantie is het handhaven. Maar wij willen dat doen met aantrekkelijk voetbal, aanvallend voetbal. Wat meer op verschillende manieren moeten spelen. Wat wordt de grootste uitdaging? Nou, eerst erin blijven. Dat is bescheiden handhaving. Nou ja, ik denk dat belangrijk is dat je je eigen handhaaft. We hebben vorig jaar het kunnen omzetten dat we in 1 jaar terugkwamen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Dus je moet zorgen dat je erin blijft en dan moet je doorgroeien als team. Ja, ik wil daar vragen. Volgende keer.